najaar 1924. Het zeilschip de Adventure is op terugreis van een avontuurlijke barre tocht over de Russische noordelijke IJszee. Een zware storm stuwt de golven tot ongekende hoogte en de mannen hebben moeite zich in het want staande te houden. Het uiterste wordt van de bemanning gevergd, maar gelukkig luwt na enige tijd de storm en lijkt de rust op het schip teruggekeerd. Maar wat de mannen van de Adventure niet weten, is dat zij vanaf een afstand bespied worden door een drietal nogal onguur uitziende figuren, beter bekend als de drie captains. Een niets en niemand ontziend piratentrio dat werkt in opdracht van de fameuze Russische muzikante Amalia. Deze Amalia heeft zichzelf een bijna onmogelijke opdracht gesteld. Ze wil een zangkoor oprichten met een geluid dat de sterkste branding zal temmen en een uitstraling die het ijs op beide polen tegelijk kan doen smelten. Een koor van enkel stoere mannen die in het verre Nederland moeten laten zien wat echt zingen is. Mannen met stalen stembanden en pure emotie in hun stem. De bemanning van de Adventure ligt nog maar net ter kooi als plotseling een hevig kabaal hun ruw uit hun slaap wekt. Aan dek klinkt geschreeuw en luiken worden opengeworpen. Het schip wordt met grof geweld door de drie captains geënterd en vanaf nu is niemand meer veilig. Alle middelen zijn toegestaan om voor dit koor zangers te ronselen. En de piraten laten dan ook geen mogelijkheid ongemoeid om het uiterste uit de stembanden van de arme sloepers te persen. Om zo hun stembereik te testen. Uiteindelijk doorstaan 40 armoedzaaiers de gruwelijke stemtesten en worden uitgekozen voor de verre reis naar Holland. Machteloos en overgeleverd als ze zijn, volgt een barre tocht over zee, land en langs velden en wegen op weg naar een niet ontziende dirigenten.